Ja, de vijfde editie van de Dutch Dakar Experience. Steven Enesinio, ja, een fantastisch jaar weer. Ja, het is, we hebben weer mazzel met het weer. Het is weer een mooie dag geweest. Het is bijna op zijn eind nu. Maar ja, je ziet het iedere keer weer. Mensen komen en die vinden het geweldig om hier te zijn. Hè? Ja, de vijfde keer, maar ook voor jullie ja, een bijzonder jaar. Enesinio, jullie bestaan 25 jaar. Steven, jullie gaan uitbreiden. Een hoop nieuws. Ja, absoluut. Ja, we zijn gelukkig ook heel succesvol, mede dankzij dit event wellicht wel. Mensen die enthousiast zijn, daarom graag bij ons komen. En we hebben gelukkig ook de groei goed te pakken. Dus dat betekent dat we een extra pand erbij moeten hebben. Want we kunnen de productie gewoon niet meer aan. Kantoor verbouwen, meer mensen op kantoor. Goede berichten. Ja. En hier ook een iets andere opzet. Ja, en hier dit. Met deze duk op het water, fantastisch. Dat was toch lastig, maar uiteindelijk hebben we met Andries, die hier in het bootje zit, hebben we er een gevonden en ja, het is geweldig. Het is toch weer wat nieuws. Je moet iedere keer wat nieuws bedenken. Ja, het is uniek. Ja, deze stond al een paar jaar op onze shortlist, wat ik hier nu ook zeg, maar ja, dan moet je hem vinden. En dat blijkt wel, de Dakar trucks zijn al jarenlang groot fan. En wat zie je vanmorgen gebeuren, de langste rijen staan voor dit amfibievoertuig. Dat is natuurlijk gewoon top. En dat is natuurlijk ook wel de kracht van dit evenement. Vijfde keer, Lustrum, op deze locatie. En ja, er zijn toch heel veel mensen die ook eerder zijn geweest. Die toch weer verschrikkelijk veel lol hebben. En dan dit soort nieuwe elementen erin, ja, dat maakt het. En dat is gewoon hartstikke leuk. En als ik die gezichten allemaal zie, dan word ik zo blij van dat die mensen hier kunnen rondlopen met een grote glimlach. Dan denk ik, nou, doen we goed. Dat is heel dankbaar, hè? Ja, cadeautje terug. Kijk, het gaat altijd over business. En we doen goed uw business. Steven doet met VET goed werk. Wij met VB doen goed werk. Ja, dan is het leuk om een keer wat terug te kunnen geven. Kijk, en wat er dan uitkomt, dat is ook weer business. Dat is hartstikke leuk. Maar het is vooral leuk om mensen blij te zien. En uiteindelijk te zeggen, nou, dit is cadeautje terug. En dat doen we hiermee. Succes nog allebei. En succes ook, Enesinio, 25 jaar. VET, succes met de nieuwbouw en tot de volgende keer. Dankjewel. En tot de volgende keer wellicht. Tot de volgende keer, bedankt.